Ik ben Bas de Vries en ik ben bezig met het opzetten van mijn eigen bedrijf. En het opzetten van mijn eigen bedrijf, dat begon eigenlijk allemaal 2 jaar geleden. Want mijn moeder die had een nieuwe auto nodig. En zoals jullie hier kunnen zien, was de vorige auto een beetje te klein geworden. En ik had ondertussen ook de leeftijd bereikt dat ik vond dat mijn moeder ook een mooie auto nodig had. Dus toen dacht ik, nou weet je wat, dan zoek ik wel een auto uit voor mijn moeder, want anders wordt het toch niks. Ik dus op zoek en ik kon helemaal niks vinden en zo, want ik moest gewoon zoeken op merk en model. En dat werd eigenlijk helemaal niks. En toen nog heel lang gezocht hebben, toen dacht ik, ja, mooie auto's, een beetje grote auto's, die er dan mooi uitzien. Daar had ik wel een lijstje van gemaakt dan, dan gingen we een proefrit maken. En dan, dan kom je bijvoorbeeld aan bij bijvoorbeeld Audi. En dan heb je een afspraak gemaakt voor een proefrit en dan ga je zitten achter in die auto en dan heb je zoiets van, oh, nou weet je, het past toch niet. Dan vervolgens dan denk je, nou, goed, je gaat weer naar huis. Maar als je bij Audi komt, dan heb je een afspraak gemaakt voor een proefrit, want anders zet ze hem niet klaar voor je. En dan moet je dus sowieso een proefrit maken, maar dan krijg je eerst een kopje koffie, wordt de auto klaargezet. Dan krijg je nog uitleg over de auto met al die dingetjes die erop zitten en zo. Dan moet je ook nog een proefrit maken. Dat moet gewoon eigenlijk, want je hebt een afspraak gemaakt. En daarna dan kom je terug, krijg je weer een kopje koffie. Dan moet je ook nog van de verkoper afkomen. Nou, en meestal als je ouders dan ook nog werken, dan ga je in het weekend, dan maak je dan een proefrit. Dan wil je op zaterdag ook nog uitslapen en op tijd eten. Dan ben je een hele dag kwijt aan een proefritje in een auto. En als het dan blijkt dat die toch niet mooi is, of niet goed is, of zoals in ons geval past het niet op, niet in, dan heb je dus eigenlijk je hele dag verpest aan eten en slapen. Ja, dat is iets waarvan ik dacht, dat moet beter, dat kan beter. Dus ik wil gewoon dat iemand mij vertelt of dat ik ergens kan zoeken van, ik heb gewoon dit, dit en dit nodig. En ja, geef me maar wat voor auto's, ik kies een mooie auto uit en dan is het wel mooi geweest. Nou, dus ik dacht, als niemand dat doet, dan doe ik het zelf wel. Ik begin gewoon een website en daarop geef ik dan advies aan mensen om een auto te kopen. Nou ja, dan denk je, goed, hartstikke makkelijk, website. Ik had er nog helemaal geen verstand van, dus ik ging gewoon naar mijn moeder van, wat moet ik doen? Zeg mijn moeder, nou, Bas, schrijf mijn bedrijfsplan. Ik heb een bedrijfsplan schrijven, ik kom weer terug. Nou, mam, was dit het? Nee, nou goed, dat was het niet. Dat is ook weer iets, sla dat vooral over als jullie je eigen bedrijf willen beginnen, want er is echt helemaal niks aan. En toen bleek uit dat bedrijfsplan dat ik iemand had nodig had die een website voor me ging maken. Nou, dus ik allemaal bedrijven mailen en zo. Ik kreeg mailtjes terug van, dit kunnen we eigenlijk niet, want we zijn te klein. Dus ik zoiets van, oké, goed, wil je niet groeien? Nou ja, volgende. En of ik kreeg een mailtje terug, ja, is goed. En dan schrijf het gelijk in een Django framework en nog allemaal dingen waar ik helemaal niks van snapte. Dus ik dacht, ja, misschien moet ik dat ook maar niet doen, want als ik het zelf niet snap, dan kan ik nooit een goede website laten maken. Dus ja, toen bleef het eigenlijk een beetje stil liggen, want ik wist niet zo goed waar ik heen moest met mijn idee. Maar ik bleef wel aan heel veel mensen vertellen, van, want ik vond mijn idee zo goed en het moest echt, iedereen moest het weten. Nou, toen op de een of andere reden kwam ik heel toevallig toen, omdat ik aan iedereen vertelde, was er iemand van eBay Marktplaats en die wou me dan wel horen wat ik te zeggen had ofzo. Dus ik daarheen, vet zenuwachtig natuurlijk, net als nu. En toen kwam ik daar en toen dacht ik, nou, misschien is het toch wel echt een goed idee. Ik moet er echt even harder mee bezig zijn. Dus ik weer op zoek naar een programmeur. En wel heel grappig, toen bleek ineens een programmeur in mijn klas te zitten. Dus ja, misschien ook wel een beetje stom van mij. Maar ja, hij zat dus in mijn klas en ik dacht van, nou, dat is handig, weet je. Doe lekker mee en we gaan een website bouwen. En nu is dat dus een beetje gegroeid. En Ik heb ondertussen, het is eigenlijk een hele lange weg van je idee naar dus mijn website. Want ja, eerst heb je dus altijd problemen en zo. En ik ben nu een beetje aan het einde van mijn idee. En dat is cardchoice.nl. De beta is nu nog gesloten. En over een paar weken gaan we online. En ondertussen zijn er nog 1000 andere dingen gebeurd, waardoor ik dacht dat ik mijn idee niet kon uitwerken, of dat het niks zou worden, of dat het veel te lang zou duren en zo. Ik wist niet waar ik heen ging, maar ik denk dat jullie hier allemaal zitten met een idee. En ik heb vooral aan jullie allemaal, als je een idee hebt, dan is het echt niet makkelijk om dat ook echt waarheid te laten worden. En je moet echt hartstikke erg je best doen om te zorgen dat het wel waarheid wordt. Want als dat je lukt, dan heb je ook zeker een goed idee. Dank jullie wel.